Op 26 april werd José Cubo, penningmeester van Roda 23, gebeld door burgemeester Tjapko Poppens dat het de koning behaagt om hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Waar 17 andere Amstelvenen zijn lintje kregen op 26 april, moest Cubo 4 maanden wachten. Corona gooide letterlijk roet in het eten. Cubo moest precies 109 dagen wachten voordat hij eindelijk zijn onderscheiding kreeg. We hebben er 4 maanden moeten wachten inderdaad. Vorige keer vanwege zijn omstandigheden kon hij niet doorgaan. En het was natuurlijk geen verrassing meer voor José, maar het was dan wel spannend op welke dag het zou plaatsvinden. En nou, vandaag was die dag, bijna 4 maanden later. Maar ja, het grote voordeel voor hem dan is dat hij ook best wel wat mensen hier kon ontvangen en op een mooie zomerse dag. Ik werd in april keurig gebeld door de burgemeester. Dat was uitstekend, ik lag met corona in bed. Maar het mooie hiervan is nu dat hij 4 maanden later het nu gewoon nog een keer kan. Eigenlijk is het 2 keer misschien wel veel mooier dan 1 keer meteen raak. Cubo kennen we vooral door zijn werkzaamheden voor voetbalvereniging Roda 23. Eerder dit jaar werd er al een hele Cubo-week georganiseerd, omdat hij 30 jaar als penningmeester aan de club verbonden was. Bij de club in Bovenkerk gaat hij inmiddels door het leven als José Hulde Cubo. Elke keer als wij hier op het terras zitten en we hebben een feestje of we staan te proosten na de wedstrijd en je schenkt hem een drankje, dan is het per definitie hulde. En dat hoor je dan zo vaak, we zijn hier heel vaak en hij is heel gul voor heel veel mensen. En als je hem dan weer teruggeeft, is het altijd hulde. Dus het is, ja, dat is eigenlijk een soort gimmick geworden. Dus het is bijna José Hulde Cubo. José Hulde Cubo, ja, je hebt helemaal gelijk. Naast zijn vele werkzaamheden voor Roda 23 is José ook zeer nauw betrokken bij de Hunger Project Nederland. Een organisatie voor hongerbestrijding in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Tot 2019 organiseerde hij de jaarlijkse run voor de Hunger Project. De Hunger Project ligt echt heel, heel dicht bij hem. En dat... De Roda is zijn leven, maar de Hungerproject is echt wel een doel waar hij zich voor 1000% inzet. En dat staat hem heel dicht bij zijn hart. Maar dat was één moment waar je geëmotioneerd raakte. En toen was het toen het over het Hungerproject ging en de meneer uit Afrika jou de felicitaties overbracht. Ja, dat klopt helemaal. Ik liep hier naartoe met mijn vrouw en mijn kinderen. En mijn vrouw zei, ben je zenuwachtig? Vind je het spannend? Dus nee, eigenlijk niet. En wat ik weet ongeveer wel wat er gaat gebeuren. Ja, deze had ik niet aanzien komen. En dit is toch anders. Dear Hulde, all the way from Malawi, I want to thank you for your work and effort for the Hunger Project. You once started because you were touched by a presentation about how we work. And then you decided to start running for the end of hunger and to lose weight. If anyone deserves an honor, a medal of honor, it is Hulde. I wholeheartedly congratulate you on receiving it today, my friend. Congrats, Hulde, and enjoy your party over there. Dat Afrika, het is wel een dingetje. Ik heb daar wat mee, vooral wat mee gehad. Ik heb er heel veel voor gedaan. We gaan dat weer oppakken. Ja, en dat dan iemand uit Afrika op deze manier zijn dankbaarheid, en dat hoeft helemaal niet, maar laat tonen. Ja, dat waren bijna tranen in de ogen. Misschien waren ze er wel, als ik heel eerlijk ben. Klopt. De boodschap van Kootja raakte Cubo diep. Hij hield het dan ook niet droog toen de vice-president van de Hunger Project zich tot hem richtte. Er waren meer momenten wat ik merkte, omdat ik naast hem zat, dat hij geëmotioneerd was. En ik kan me dat goed voorstellen. José kreeg alle aandacht die hij verdient. En ik kan me voorstellen dat het soms even vol schiet. Ik vroeg aan jouw vrouw waarom dat hij zo emotioneerde. En ze kon daar eigenlijk geen antwoord op geven. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan het zelf eigenlijk ook niet. En ik ben daar ooit ingerold in dat hele gebeuren met de Hunger Project. En daar zijn we voor gegaan, daar hebben we veel mee gedaan. Veel goede dingen gedaan. Ik ben een keer bezig kijken in Afrika en ik heb daar gezien dat er echt wat gebeurt met dat geld. En op een goede manier. Het gaat niet in de put, het gaat niet naar de verkeerde mensen. En dat doet wat. En helemaal precies kan ik het ook niet uitleggen. Dat klopt. Dat is gewoon een gevoel. Het is een gevoel. Het is absoluut een gevoel. Ja. Ja. Roda 23 en de Hunger Project. Ze maken een zeer groot deel uit van het leven van José. Zoveel zelfs dat hij besloot eens een sabbatical te nemen om zijn liefdes meer tijd te kunnen geven. Ja, hij is heel vaak weg geweest. Nu de coronaperiode is hij vrij veel thuis. Maar normaal gesproken is hij heel vaak hier bij Roda. Roda is zijn eerste thuis. De tweede plek, ja, ik sta nou niet eens op de tweede plek. Er komt nog wat. Ik zeg altijd, ik sta niet eens in de top 10. Maar als hij bij Roda is, vergeet hij soms dat ik er ook nog ben. Maar dat is wat het is. Cubo is erelid en lid van verdiensten van Roda 23 en nu dus ook lid in de Orde van Oranje Nassau. Maar bescheiden blijft hij nog steeds.
van in de belangstelling staan, houdt hij nog steeds niet. Samenwerken met vrienden is voor hem genoeg. Hulde. Meestal ben je de man van alleen maar hulde, 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 hoorde ik. Ja, dat klopt ook, dat klopt ook. En ik hoef niet op de voorgrond, dat gebeurt natuurlijk nu wel. En als wij hier een evenement hebben met een prijsuitreiking, sta ik ook vaak op het podium, omdat niemand anders dat wil. Maar als iemand dat anders dat wil, is dat prima. Maar bij die run stond ik ook altijd daar. Maar ik stond ook bij de finish, ik stond iedereen binnen te praten. En dat was leuk, omdat je daar de persoonlijke aandacht, want die is belangrijk. En daarom was het ook mooi om toch een keer in Afrika geweest te zijn, om dat te zien waar het heen gaat. En één keer is overigens genoeg. Ik hoef niet te zien en niet elk jaar te controleren of dat geld goed gaat. Dat zijn vertrouwen in. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Vandaag sta je op de volg. Vandaag wel, ja. Een keertje mag toch wel? Een keertje is prima. En ook niet lullig doen, dit is geweldig. Het was echt heel mooi dit. Van harte gefeliciteerd.